Nou, ik vind het niet slecht voor de maandagmorgen. Even het bewijs dat het wel allemaal in mijn staartje paste. 1 staartje. Ik dacht, de voorkant is echt nog wel te kort om bij dat staartje te kunnen. Dus dat doen we eventjes op deze manier. Je mag er eentje. Yes. Dit is over van Brooke te haar. Na een hele dag school en trampoline springen bij juf Jannie. Ja? Ja. Het staartje heeft niet lang gehouden, maar dat geeft niet. We hebben het er toch in gehad, hè? Nu doen we lekker snoepje eten. Ik wil maar gaan blijven spelen. Gewoon deze kiezen. Oh ja, kies ze maar eens één. Kerstmanschoenen. Kerstmanschoenen. Nee! Het is ook lastig om ze dicht te doen, hoor. Ja, ook al. Oppassen voor je vingers. Oppassen voor je vingers. Yes. Ik ga eerst dit koekje nemen. Lekker hoor. Ik zie dat jij het heel goed doet. Ik ga het opkijken. Zo kan ik daar niet zo langs van ik ben moe. Maar ik wil wel aan deze dag, maar ik vind deze heel los. Ja, hè? Laat die de water opkijken. Hoe goed die dat doet? Je doet het heel goed. Ik mag niet klagen. Ik was eventjes de badkamer hier aan doen en zeggen: mama, mag ik verder stofzuigen? Een dag, alsjeblieft. Dan kan mama vast beginnen met koken. Ik hoor de praat. En zo was het echt alweer iets over 3. En ik moet zeggen, tot nu toe, het gaat allemaal wel. Weet je, van tevoren maak je eigenlijk dan toch drukker als dat nodig is. Ik heb besloten vandaag niet echt een werkdag te doen, maar gewoon een tutteldag. Dus ik heb lekker schoongemaakt beneden, lekker alles stofzuigd gedweild, gepoetst. Bij elkaar meegenomen, boven gestofzuigd en schoongemaakt. Behalve het bureau, want er lagen een heleboel dingen op van Pascal. Dat ik dacht, ik weet niet of ik het mag gooien. En het was alweer tijd om de kinderen op te halen. En ik denk dat ik dan vanavond even ga proberen om te kijken of ik kan editen. Want ik dacht, ja, anders ben je iedere keer continu zo afgeleid als je heen en weer moet. En ik ging natuurlijk eerst naar de Aldi. Omdat die leeg is, mijn mama weer aanvullen. Het is echt een beetje in. Oh, doen we morgen gebruik voor je haartjes. Ik, anders dan ben je iets aan het doen en dan moet je weer, word je weer gestoord door de bel. Dan moet je weer wat doen, dan word je weer gestoord door dit. Dus ja, ik heb hier een heel boos kijkend muisje. Waarom is ze boos? Ben je boos? Wie is de grappenmakertje? Ja, dat wou ik even laten zien. We hebben airco's besteld. Want vanaf morgen wordt het 29 graden. En jullie slapen allemaal onder het dak. Dat wordt super puper warm. Onder op dak. Jij staat echt onder de dak, hè? Nou, ik deed. Ja, nou, ik denk dat je inderdaad vanavond en morgen en de dag thuis van de week kunnen jullie er ieder wel op een kamer krijgen. Deze. Iedere kamer 1. We hebben er nu 2 besteld. Want het kost alweer genoeg. Is het te hard? Ja, het is een airco. Dan wordt de lucht lekker koud. Ziet er zo uit. Die ziet er zo uit. Als je om deze knop drukt, dan? Dat weet ik nog niet. Maar weet je, als je als mama in de auto heel warm is, dan zegt mama even de airco aan, hè? Laat die koude lucht blazen, toch? Ja, dat kan deze ook. Dus dan wordt het niet meer zo warm in je kamertje. Wow, wow. En in de auto? Nou ja, die is niet voor in de auto. Dus we hebben er dus 2. En onze gedachte is dus 2 voor op zolder. Want we hebben er nog eentje die nu op zolder staat. Die gaan we dan naar beneden tillen. Die hebben wij vorig jaar ook in onze slaapkamer gebruikt. Dus dan hopen we dat we het op die manier kunnen doen. Dat de deze 2 tussen de 3 slaapkamers boven kunnen delen. Even zachtjes doen. Boven de 3 slaapkamers boven kunnen delen. Tussen Mace, Logan en Brooke hun slaapkamers in. Dat we er gewoon misschien sowieso met een eentje bij Brooke staan. Dat de jongens die moeten delen of zo. Want ze kost echt heel duur. En dat we die van ons, die we eigenlijk altijd in onze slaapkamer hebben, kunnen delen met Fleur. Want die woont natuurlijk gewoon slaapt tegenover ons. Dus die kunnen makkelijk heen en weer rollen. Dat we die bijvoorbeeld begin van de middag bij haar aanzetten. Of als ze daar zijn gaan slapen, dat we bij ons aanzetten. Dat we een beetje op die manier doen. En misschien dat we een rustige zomer krijgen. I don't know. Misschien dat het nog een keer een leuke aanbieding is. Misschien als deze zo goed bevalt dat we er dan nog 2 bij doen. Maar ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dit was 200. Oh, dat is ook niet zo handig. Ik denk dat het €280 per stuk is of zo. Dus het is echt veel geld. En aan de andere kant, Fleur en Mees zijn natuurlijk niet heel erg vaak door de week hier. Eigenlijk alleen maar 2 weken zomervakantie dus.
moest toch een twee keer. Burk is alvast aan het zwemmen. Wauw. Heb je er een beetje zin in? Ja. Toch wel, goed zo. Nou, ga dan maar eens even je slippers aan doen. En jij ook? Meneer de koekenpeertje? Als ik meer. Je mag hem meenemen, maar je krijgt pas meer tijd op het moment dat ik Brook naar binnen ga brengen. Tup, 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 tup. Borisje, heb jij net als de rest van de kindjes ook een ijsje? Dat is lekker. Laat hem gewoon niet lopen. Nee, mijn mond. Een ijsje. Een hondenijsje. Was maar zit. Nee. Maak je hem zin om weer uit. Ja, dan moet je straks kijken. Boris die wil hem nu niet loslaten volgens mij. Logan, welk ijsje heb jij gezocht? Uitgekozen. Magnum met nootjes en Burk. En lekker aardbeien ijsje. Geen aardbeien. Geen aardbeien. Wat dan? Waarbij? Lekker ijsjes zijn dan volgende. Het is gewoon, een gekoeld speeltje. In de vorm van een ijsje. En er komt een beetje water uit. Lekker. Ik wil kijken. Voor de laten zien. Volgens mij van tante Romy. Ja. Dat ijsjes. Zie je het, Brooke? Een ijsje. Nee, Boris wil hem niet loslaten, schat. Ja, ja. Nee. Nou, laten we maar lekker spelen ermee. Wij doen ook ons ijsje eten. Goedemorgen, welkom bij... Goedemorgen, bij mij. Goedemiddag, welkom bij deze bloedhete woensdag. Het is 6:30 al. Ik ga eten koken. Ik ben heel trots op mezelf dat ik dat doe. Maar eigenlijk zou ik liefst nu gewoon bloed op tafel zetten. Ik heb warm. Ik heb echt de hele dag bij de airco gezeten. En toen had ik kinderen opgehaald. Die wou eigenlijk binnen zitten. Ik dacht, ga ik even buiten proberen in de tuin te liggen. Want 4:30 moet de foto te doen zijn. Ik heb misschien 1/2 uur buiten gelegen. Je kan het nog niet. Ja, nou, je kan het een beetje zien. Je voelt het gewoon zo. Anyway. Dat is, wij gaan lekker broccoli eten met chip voor een bleu. En want daar hadden ze zin in, ik niet, maar goed. Ik ben een goede vriendin en moeder, dus dat doe ik. Verder, ik weet niet waar ik heen loop. Geen idee. Ik ben een beetje een padje. Ik loop zonder bril, misschien zelf het ook. En ik heb ook geen lens in dit keer. Want ik deed net mijn lens uit, want vooral links. Denk ik, maar nu, net voor ik de kinderen ging halen, deed ik mijn lens uit. Ik denk, oh, het irriteert me, ik had al druppels gedaan, dat werkt niet. En toen had ik hem eruit omdat ik hem wou schoonmaken en toen zag ik dat hij was gescheurd. Ik zal even een fotootje doen, zodat je het goed kan zien. Dus ik heb gelijk met de Pearl gebeld. Nou, mag ik dus niet indoen, had ik ook niet verwacht. Maar niet meer indoen. Ze heeft nieuw besteld, gelijk links en rechts. Zij zou alleen links doen. Ik zei ja, maar ja, ik moest sowieso van de week langskomen om het te bekijken. Want daar heb ik ze al 2 weken in. Ik neem maar dat het weer een paar dagen duurt voordat hij komt. Ik kan echt goed gelijk met rechts bestellen. Want tegen de tijd dat hij komt, mag ik rechts ook niet meer indoen. Dus ja. Even kijken hoe dat loopt. Dus dat. Oh, ik heb nog de airco geïnstalleerd voor die kinderen. Dus hopelijk kunnen ze vannacht goed slapen. Ik zal wel even kijken, want de slang van de airco bij Brooke, die is eigenlijk te kort. En de slang van de airco die wij hebben, die is wat langer. En onze airco kan echt tegen het raam aan staan. Dus we hebben helemaal niet zo'n lange slang nodig. Dus misschien dat we die kunnen wisselen, hoop ik. Dus hier aan het kijken. Maar het scheelt wel hoor. Oh, het scheelt wel. Zo lekker. Ja, eerst moet je eten echt. Ik krijg heel veel zweetsnor ervan. Ik heb trouwens een klein ventilatortje aanstaan. Kindjes zijn ook naar Jannie geweest. Ze hebben daar lekker al buiten gespeeld en in het water gezeten. Ma! Nou, dat is een hele dure camera. Waarom doe je dat nou? Logan is een beetje baldadig van de hitte. Lekker in het zwembadje gespeeld bij Jannie. Een ijsje op. En dit dametje ook. Ja? Een beetje moe van de warmte. Je hebt wel een ijsje op, toch? Toch? Nee. Je hebt toch bij Jannie een ijsje op?
Ben jij niet geen ijsshop? Wil je nou jokken tegen mij? Want Jannie zei dat jij een perenijsshop had. Ja. Oh wel. Dus dan hoeft mijn mama geen ijsje meer. Wel. Oh wel. Wel. Oh, nou vooruit dan maar. Twee ijsjes moet wel kunnen, hè? Morgen lekker spetterdag op school. Dan moet mama nog achteraan, want ze moet iets van waterpistooltjes aan meenemen. Ze ligt in de schuur, maar dan moet ik nog even de naam op. Ook nog dan. Tom buiten. Dus ja, zover mijn woensdag. Ik hoop echt dat het morgen, ondanks dat ze net zo goed weer opgeven, dat ik dan iets beter kan handelen. En misschien dat ik dan iets meer in de zon zit, zodat ik een klein beetje een kleurtje krijg. Nu ben ik echt nog wel wit. Moeder heeft het zwaar vanochtend. Echt de afgelopen twee, drie dagen, is er gewoon naar beneden gekomen, zoals als de 5 nog in de kamer zit. Dus echt, eerste keer was denk ik 6:15, 5:45. En het is een keer 5:30 geweest en vanochtend was het rond 6:00. Dus ze heeft ook last van de warmte. Misschien heeft ze gewoon zo'n periode. Ze is gisteren best laat naar bed gegaan. Dat probeer ik dan altijd. Want Buck is gewoon een kind die de slaap nodig heeft. Dus als ze er vroeger uitkomt, dan moet je er vaak gewoon even wat moeier maken. En wat langer op bed laten bed liggen. Vandaag is gisteren echt pas om 8:00 in allebei. En het is nu 7:30. Dus zitten echt allebei al ruim. Dus ik moet hier beneden. En ik ben er zelf een avondmens, geen ochtendmens. Dus ik lag er zelf pas tegen 12:00 in. Ondanks dat ik weet dat die kinderen vroeg zijn. Of vroeger zouden zijn, zodat ze nodig hebben. Dat ze per se moeten om altijd naar school te gaan. Ik kan gewoon niet voor die tijd slapen. Ik ga altijd naar bed. Als in ik lag om 10:45 of zo. Maar ik heb het gewoon echt nog wel 11:30 even de was. Ik kan gewoon niet slapen. Dus. Ik ben nu moe. Heel moe. Want dat doe ik al een paar dagen achter elkaar op deze manier. Dus ik hoop dat ik vanmiddag voor ik de kinderen ophalen. Dat ik na de lunch ook eventjes ga liggen. Het zei in de airco, zei ik mijn lichtbedje daar. Dus kijk hoe de warmte me vandaag raakt. Gisteren was ik echt van gaar. Ik kan gewoon heel slecht tegen warmte. Dus ik hoop dat vandaag een vliesje bij staat. Dat het iets cooler voelt. Dus tot zover mijn start vanochtend. Kinderen hebben vandaag spetterdag. Dus we hebben alles nog wat klaar staan hier. Dus een zootje. Maar goed. We hebben een gietertje. En spuitjes. Waterdingetjes. Schoon ondergoed. En handdoekjes. Ik ga ze zo even insprayen. En ik ga even een paar tasjes voor ze maken. Maar ik ga eerst mijn smoothie drinken. Ik heb lekker een smoothie gemaakt met bevroren mango, yoghurt en kwark. En het is echt net zo'n soort van de consistentie. Ja, is net van een milkshake van McDonald's. Het is heel dik. Maar het is koud. En dat vind ik heel fijn. Dus wordt vanmiddag nog een pakketje bezorgd met een water. Iets dat kinderen lekker buiten kunnen spelen met water. Aangezien Boris het zwembadje heeft geruineerd. We hebben ook allebei die kinderen over dat ze met een vriendje hier, of vriendinnetje hier willen spelen. Ik snap het hoor, ik snap het. Het is natuurlijk ook leuk hier zo. En ik ben ook heel gezellig. En... maar ik vind het altijd zo gedoe. Zeker omdat je dan hoogstwaarschijnlijk in ieder geval één kindje weer terug naar huis moet brengen vanaf hier. Want wij wonen natuurlijk toch best wel een kwartier, 20 minuten vanaf school met de auto. Dus de meeste auto's zullen niet op en neer rijden en dat snap ik. Maar dat betekent dat we sowieso één kindje moeten wegbrengen, hoogstwaarschijnlijk. En hopelijk niet, maar de kans acht ik aanwezig. En dan moet ik weer die warme auto nemen. First world problems. You're going strong today. Het pakketje is binnen hoor, de octopus. Boris vindt het dan niks, die ging het al proberen. Kijk hoor. Aangesloten. Oh, hilarisch. Een klein dingetje. Nou, dit gaat er wel meer op lijken, hè? Ik moet zeggen, ze lagen af en toe nog wel in de knoop en dan stopt het weer eventjes. Alle kindjes zijn weer terug van het spelen. Logan had Jordan hier mee naartoe genomen en Brooke was bij Vienna spelen. We gaan nu dus de octopus uitproberen. Ik ben benieuwd.
Welkom bij deze vrijdagmorgen, middag, dus al middag, het is bijna 2 uur. Moet ze omlopen, het kleine mopje zit daar. Die ging ik ophalen en ik was aan de telefoon. Tenminste, ik moest haar vader ophalen. Ik werd gebeld om 11:30 of zo. En ik loop hier dan een beetje rondjes en blablabla. En ik zeg, ik moet door hoor. Ik was echt iets voor 12. We waren nog best wel ver van school. Dus ik heb even medemoeder gebeld. Van, wil je mijn dochter even ophalen? Ik ben onderweg. Maar ik heb ik faal weer echt. Het doet me op de veiligheid dat ze die doen. Maar goed, dat dus. En nu gaan we zo omlopen en ik denk gewoon een korte middagje hebben. Het zal niet heel wat bijzonders gebeuren. Ik heb niet gehoord dat met een vriendje gaan spelen of wat dan ook. Dus eerlijk gezegd vind ik het wel een fijn idee. Want ik was vanochtend maar aan het kijken dat ik echt moet vanavond werken. Dat had ik eigenlijk niet in mijn gedachten zitten dat het zo was. Maar het moet dus wel. En dan gaan ze vanavond gaan ze dus ook naar hun vader. Dus ik breng ze bij de kinderen bij hun vader. En dan ben ik zelf vanavond aan het werk. Morgenochtend, zondagochtend, maandagochtend, dinsdagochtend en woensdagochtend. En dan komen ze woensdagmiddag terug. Goed. Dus ja, ik snap ook wel. Ik ben heel veel dagen vrij geweest. Let's be real. En dan moet ik wel een keer weer gewerkt worden voor de centjes. Maar goed, hè. Zat niet helemaal in mijn systeem dat het zoveel was. Het is dus wel zo. Maar daarvoor moet ik dus een eventjes mezelf aanmelden voor een bepaald online systeem. Zodat ik ook echt de route kan zien die ik moet lopen. Dat ga ik nog even snel doen. En dan gaan we kijken of Logan klaar is om opgepakt te worden. Ik denk zo. Moet nog wat lekker doen. Echt, de middag vliegt voorbij. Brooke is lekker op een fluit aanblazen en een appel aan het eten. Logan is nog een appel aan het eten. Dat is mijn fluit. Oh, no one cares. En ze hebben kralen in hun slijm gedaan en lekker gewoon gechilled. Want het is benauwd en het is plakkerig weer. En ik ben een beetje als een kip zonder kop aan het rondholen. Want ik heb vanavond mijn eerste avonddienst en ik begin dus echt alleen. En ja, ik weet niet goed wat ik ervan moet gaan denken. Want ik moet het via een tablet of via mijn telefoon gaan doen. Ik heb het wel uitgeprint nu allemaal. Maar, I don't know. I don't know. Het is veel in dat gebouw zelf. Ik moet het hierin echt als ik in smeren, je hoeft niet in te smeren. Het zonnetje is bijna weg. En dan, Brooke had vandaag weer een helikopter meegekregen. Van een vriendinnetje van school. Dat bleek uiteindelijk toch niet de bedoeling te zijn. Maar goed, hè, dus die moet dan nog eventjes terug. En er was een handdoek van Svet vanmiddag gisteren meegekomen. Die moet ook nog terug. Ja, dat moet allemaal de vader gaan doen. Want ze gaat namelijk pas in de school. En dan zegt ze, nou ja, ik heb even drinken mee uitgeprint. Van de wc nog. En dan gaan we kijken. Het is maar eventjes, want het is nu 5 uur. Ik moet die kinderen om 6:30 bij hun vader brengen. En dan moet ik om 6 uur bij de eerste cliënt staan. En hun vader was echt letterlijk om de hoek van waar ik sleutels en dat soort dingen moet ophalen. Dat komt nog goed. Ik wil hier zo tillen met wasje, maar hij hoeft hier zo aanhalen. Oh, dat wil je bij mij doen? Nee, dat is hier. Hoe dan zo? Nee, hier moet mijn hoofd en dan moet hier zo mijn hoofd en daar te beten. Wil je het zo? Zo. Ja. En dan zo? Ja, maar dan een beetje, ja! Op de koppie. Vinger de slang van Rotterdam, van Rotterdam naar Spanje. Appeltjes van oranje, pruimen aan de bomen. Brukje mag weer komen. Oh, je mag het dan. Ik mag wel komen. Ja, dat zeg ik. Brukje mag weer komen. In de spagaat. Ik heb het te warm in die pak. Dat is goed, is het goed? Nou, je doet het zeer. Maar goed, ik moet dus van 4, of nee, niet van 4. Ik moet van 6 tot een uur of 10 of zo. Dus val echt mee. Maar toch. Het is toch altijd even spannend als je ergens opnieuw begint. Dus ja, dat is het eigenlijk. Geen bijzonderheden, hè? Ja.